deze mijn naam is Wesley van FIFABOARD1999 met vandaag een nieuwe Fred Rutte FC Groningen Queer vandaag gaan we drie wedstrijden spelen. Waarvan we gaan er twee gaan spelen en één simuleren. En we gaan eigenlijk de belangrijkste wedstrijd tot nu toe in deze aflevering, misschien wel voor dit seizoen, spelen. De wedstrijd tegen Liverpool. In ieder geval wel de mooiste wedstrijd. We gaan kijken wat het wordt tussen de spelers van FC Groningen en de Elf van Liverpool. Het wordt voor ons helemaal ook echt een hele, 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 hele lastige wedstrijd. Eerlijk gezegd verwacht ik er niet zoveel van. Ben ik bang voor. Maar ja, je hebt nooit een voetbal hoe het gaat lopen. De 11 van Liverpool, zoals we het kennen, natuurlijk. De sterke elf. En de elf van Old-FC Groningen. Maar ja, natuurlijk tegenover, tegenover het elftal van uh, Liverpool niks is. Van Dijk, de aanvoerder bij Liverpool. En dan zonder de Arnold. We kennen namen bij Liverpool. Jordi Albaas, wat ook bij Liverpool zie ik nu. Dat is uh, opvallend. Ja, ook mens, uh, jongens zoals Sal. Salah en uh, Mane, Roberto Firmino. Hier zien we de Elf van FC Groningen. Sergio Papp, Dankelui, Edgar Jee, Oosterwolde, Robben Joosten, Botgien. En er is een basisplaats weggelegd voor Diemers. We zien hier het even trouwens helemaal. Dakroes ook een basisplaats in deze wedstrijd. Morankoer die krijgt de rust. En dus ook Diemers in de plaats van Loenvist. De Elf van Liverpool. Zoals het hier staat. Heel veel bekende namen, heel veel gevaarlijke namen. En ook de bank nog een paar na waar we moeten oppassen. Dit is opstelling van Liverpool. Met dus van de Nederlander in. Zo'n van Dijk. En Alba. Die dus nou ook uh, bij dit uh, Liverpool elftal zit. Gaan we kijken wat het wordt. Liverpool met een bal bezit. Wat ook wel uh, het meerdere van de wedstrijd zal zijn, denk ik. Kiata. Kiata. Komt er een kans voor Liverpool? Verdedigend moet het even goed gaan bij Groningen. Dat gaat niet erg lekker. Fabinho. Fabinho, Roberto Firmino nu. Fabinho, Firmino en het is 1-0 voor Liverpool. We staan al achter. Binnen 10 minuten komt Liverpool op de 1-0 voorsprong. En dan moeten wij terug zien te komen. Wat ik ja, toch niet verwacht. Maar ja, we gaan het in ieder geval proberen. En ik ga daarom een andere opstelling neerzetten naar deze goal. En ik ga met 5 uh, verdedigers spelen. Dat moet je wel. Je moet sterk achterin staan sowieso tegen dit soort tegenstanders. 5-4-1 spelen. Dat betekent dat Bakker naar centrale verdediger gaat we hebben ook een positie om even te wennen natuurlijk. Ekkelenkamp kant middenveld samen met Diemers, Joost in de spits, Dan Cruz op de flank zoals we het kenden. Kijken of we hier iets beter uit gaan worden. Plaats naar het doelpunt. Dankelui. Dankerluy. Bal richting Robben. Robben wacht hier. Dan gaat er een speler mee. Diemers loopt daar. Heeft de bal ook? Maakt Diemers. Terug naar Robben. Mooi gedaan Robben. Houdt hij de bal binnen? Nee. Dus de doeltrap voor Liverpool. Hierna deze aflevering hebben we nog twee wedstrijden. Tegen Sparta die we gaan simuleren. En tegen Emmer die we gaan spelen. Voor de competitie lijkt mij dat we makkelijke wedstrijden. Zit tot nu toe. De lastigste. Fabinho. Saul, Roberto Firmino. Kiata, Mane. Goed verdedigd weer. Bakker. IE krijgt de wel niet lekker weg. Roberto Firmino. Kans nu voor Liverpool. Om eruit te komen voor de 2-0. Dat zou er echt een domper zijn voor FC Groningen. Er komt er een kans. Mane. Krijgt hij de bal voor. Hij doet er iets te lang over. Groningen kan nu druk gaan zetten. Die Edoet goed. En Bakker die de bal helemaal wegwerkt. En Dankelui. Nu de countermogelijkheid voor FC Groningen. Dankelui. Kan de bal richting Robben geven. Goeie pas op Robben. Kans nu voor FC Groningen. Ariun Robben. Loopt er een speler vrij. Diemus loopt daar. Het gaat helemaal naar voren. Richting uh, da Cruz. Maar gaat er niet in. Hoekschop nu wel voor Groningen. Oh, dat uh, wou ik niet. Hoekschop voor Groningen. Kijk wat het gaat worden. Hoekschop genomen door Robben. Dankelui richting uh, Diemers. Diemers gaat maar proberen vanaf afstand. Diemers in handen van de doelman. Tussen minuut 25. En nu weer Liverpool draait. Goed verdedigd. En tot Bakker. Doet goed op zijn uh, ja, tijdelijke nieuwe positie. Lucas Bakker. Hier de bal voor uh, Danklui. Goeie paas op Diemers. Dan moet nu de gelijkmaker komen. Mark Diemers. En het is inderdaad de gelijkmaker. En we komen op gelijke hoogte. Ongelooflijk mooi. En 1-1 voor FC Groningen. Tegen Liverpool. In deze eerste groepsfase wedstrijd van de Champions League. Het is een lastige groep. We hebben Atletico Madrid en Galatasaray nog achter ons. Maar hier komen we op de gelijk... Oh, 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 ja, weer gelijk. We hopen dat ze hier vasthouden. Als verdedigen zijn we iets beter nu. Nu 35, Ekelenkamp. Het zal niet gebeuren dat er twee in gaat komen. Dat zal wel zeer verrassend zijn. Ekelenkamp, Joosten. Joosten, in één keer door richting Robben. Robben, Diemers, dan moet je de bal maar geven dan nu, want hij heeft nu toch goed gespeeld. Joosten dan, Joosten raakt de bal kwijt naar Klosterman en is de bal weer voor Saul. bal zit dus voor Liverpool. Nog vijf minuten officiële speeltijd in deze eerste helft met dus de 1-1 stand tussen Groningen en Liverpool. Wel hier bij Da aangekomen. Ecklecamp en nu nog misschien nog een aanvaltje opzetten, zo vlak voor rust. Diemers. Diemers Wat van een niet lekker de bal dit. Joosten door die Alba. En de bal nu voor Liverpool. Kiata, Saul, Kiata, Saul. Ja, Liverpool gaat echt op je achter die 2-1 op voor ons. Roberto Firmino goed verdedigd op Botegin. Nu nog, nog een uitbraak misschien. Ekkelenkamp. Diemers, Robben. Duurt allemaal wat te lang. Robben moet nu eigenlijk gaan vallen. Bal, bal op Diemers. Controleert hem nog maar. Dan wordt de bal weggewekt door de verdediging. Klosterman en Ellenson die het al oplossen. Van Dijk. En deze is hij zelf voorbij. Staan we dus op gelijkstand. 1-1. Laten we kijken wat we in de tweede helft kunnen gaan doen. De bal is begonnen voor Liverpool. Roberto Firmino. Roberto Firmino probeert er langs te komen. De bal bij Saúl. Saúl, goed druk teruggezet door uh, Bottegui. En Robben. Robben kan er de bal meegeven. Ja, dankelui nu. Dankelui. goede pas zeg richting um, Patrick Joosten. Patrick Joosten dan voor de 2-1. Patrick Joosten voor de 2-1. Groningen staat voor. We staan voor tegen Liverpool. Wat ongelooflijk mooi is dit zeg. 2-1 voor FC Groningen. In de tweede helft. Totaal onverwachts eigenlijk. Komen we op een voorsprong. Wat een knotsgekke wedstrijd is dit zeg. Mocht dat zo blijven. Ja dat zou misschien heel lastig gaan worden. Maar wel de 2-1 voorsprong. En notabene Patrick Joosten. Die vorig seizoen onze topscorer was. Hij is ondertussen nog maar, er is al pas in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Hè, lang stil gebleven. Groningen houdt de druk goed achterin. Op slot en uh, af en toe proberen we eruit te komen. Liverpool daarentegen komt er ook nog wel uit hoor. Hier de bal weggekomen door Robinson. En nu zomaar weer een aanval van Liverpool. wordt het weer gevaarlijk. In minuut 82. Roberto Firmino. goede paas op Salah. Dan komt er een kans nu voor Liverpool. Wat heet. Botteguin zet, uh, zet druk. Botteguin doet dat weer goed hoor. Erik Botteguin. En is de ingooi voor FC Groningen. Genomen richting uh, Donk die hem mag vallen voor Oosterwolde. Terug naar Botteguin. En die bal komt echt niet lekker aan. Dat de bal weer voor Groningen. Alexander van kan de bal nu controleren. Donk naar Bottegi. Ryan Donk. Nog vijf minuten officiële speeltijd. De bal terug naar de keeper dan maar? Sergio Pad. En hier de bal bij uh, Rukiek. Ook hij mocht invallen. Het KIE. Ryan Donk. Lijken, de Groningen lijken het wel het beste te vinden zo. Ekkelenkamp. Diemers. en dan nog één keer een naar maar met Arjen Robben. Die kan er natuurlijk Robben. Robben niet of nauwelijks gezien deze wedstrijd. Arjen Robben geeft de bal nog voor en de bal weggekopt door de verdediging. En de extra tijd is voorbij. En we winnen met 2-1 van Liverpool. Totaal onverwachts eigenlijk. Winnen we onze eerste wedstrijd in de Champions League. Tegen Notenbennen de lastigste. Nou oké, okay. Atletico is ook nog lastig. Maar ja, Liverpool is wel de topclub van de ploegen die erin zitten. Patrick, Patrick, Patrick Joosten, de man van de wedstrijd met zijn goal. Maar Ja, ook natuurlijk die 1-1 van Diemers was zeer belangrijk. Zo winnen, we, zo winnen we dus onze eerste Champions League-wedstrijd. Ja, moet ik zeggen, totaal, uh, totaal verwacht? Nee, natuurlijk niet. En ik vind het eigenlijk ook niet terecht, want Liverpool was wel het sterkere team. Maar ja, je moet sommige momenten goed benutten. En dat heeft ons team gewoon goed gedaan. Maar ik denk maar niet dat wij de komende wedstrijden in de Champions League heel erg makkelijk gaan krijgen. Misschien zal we in de Eredivisie. Misschien krijgen we hierna wel een klap negatief klap met deze winning tegen Liverpool. Dat we opeens denken dat we iedereen aan kunnen. Maar dat kunnen we dus nog niet. Hè? Daar moet je over nadenken. In ons laatste seizoen bij FC Groningen. Hierna gaan we naar een andere club met uh, Fred Rutte. We gaan allemaal kijken wat er op ons pad komt. Ik kan zijn dat we in Nederland blijven. Misschien bij AZ of zo. Maar het kan ook zomaar zijn dat we dus uh, naar het buitenland vertrekken. Misschien we wel naar ja, middenmotor middenmoot in het buitenland. Misschien we wel Southampton. Misschien wel andere ploegen. Heel wat tegen Sparta gaan we simuleren. En tegen en we gaan bespelen spelen. En dan nou, voor de volgende aflevering morgen hebben we de wedstrijd tegen Galatasaray. We gaan de tweede helft spelen tegen Sparta. Gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. En die wedstrijd tegen Sparta, die spelen we gelijk. Die is wel weer met twee doelpunten. Maar we hebben wel weer puntenverlies geleden. Wel een punt. Maar ja, dat is toch wat minder in de, ja, in de vroege strijd om het kampioenschap. We hebben toen vorig jaar de titel gewonnen. We gaan trouwens weer door met Turkije. Dus we gaan door naar de... Ja, naar, ik wil gewoon sowieso één toernooi spelen met Turkije als bondscoach. Even kijken. Dan gaan we hier deze gaan we dus naar LVA zetten. Deze is nou ook mooi. Ik ga ook een paar spelers omzetten. Ik doe ook Peter zetten. Ik kom naar het basisteam. Ook maar De rest zijn nog allemaal iets te jong. Dan gaan wij kijken wat wij tegen FC hebben kunnen gaan doen met ons basiselftal. Topprestaties van Aan Robben sowieso van onze aanvoerder. Uh, ja, prima koopoptie voor deze speler. Wij is nog maar even af. Dat doe ik later wel. Mochten we weer een aanbieding krijgen op hem. Dan gaan we nu echt kijken. Wat tegen Emma gaat worden. Wie wil er spelen? Diemers zal spelen. Deze gaan we ook maar nog niet even accepteren. Dimens wil spelen. Ik wil Diemers eigenlijk voor de Champions League wedstrijden gaan neerzetten. Want hij heeft, goed, hij, heeft zich, hij heeft zich laten zien tegen Liverpool. Met die 1-1. De belangrijke gelijkmaker. Dus ja. Moet ik even kijken of ik dat doe. We gaan het allemaal zien. We zijn het ondertussen begonnen. Hier de bal bij Oostwold ingooien, ingooien. Is voor de FCM. En. Laugsen. Laugsen. Onderschept door Joost. Eerst de aanval misschien nu voor Groningen in de maak. Hier de bal bij Arjen Robben. Robben. De paas niet lekker hoor. Slechte paas van Arjen Robben. Dit is weer voor FCM. Moussa. Tibling, oudspeler van Groningen op de benen. Ook de leeuw uitspeler van FC Groningen. de Moussa. De leeuw. men gaat op jacht naar, de, naar het doel van Sergio pad. Laugsen. Goede paas van de Leeuw op Penna. Dan komt er eerst de eerste kans voor FCM. Maar wat heet het? is ook het doelpunt. En we staan 1-0 achter. Net zoals tegen Liverpool. Maar ja, dit is toch een heel andere wedstrijd. In ieder geval is dus de 1-0 achterstand. Kwartier gespeeld. Groningen op jacht naar de gelijkmaker. Kan dat zomaar gaan gebeuren hier met Loensfries? Loensfries? zo van Ekkelenkamp. Terug naar Loensfries. Loensfries! 1-1 voor FC Groningen. En Pascal Ramon Loensvies maakt de gelijkmaker. Hij laat zich ook weer zien hoor. Ook al ben ik niet zo fan van hem. Toch scoort hij wel aardig wat doelpunten. Misschien dat er een mooi bot komt voor hem. In ieder geval nemen we hem niet mee in onze volgende club. Met Fred Rutte. Daar gaan we ook niet van meegaan. Maakt niet uit. Hij gaat niet mee. Wel een paar spelers. Maar ik wil ook niet te veel spelers meenemen. Naar nou, dit doelpunt nu. Is nog steeds 1-1. Maar FC Emmen. Heeft opnieuw balbezit. Kavlan. Ben Moussa. Benna. En is gevaarlijk. dus zou niet gebeuren dat er nog een tweede nacht. Stand op. De leeuw. Penna komt de Leo, Pena, komt een zekere kans. Verdedigen niet lekker. Dan komt weer de kans. Tibbling En Penna schot geblokt door Botteguin. Bal hier door Serge pad gecontroleerd en weggeschoten. Eerst dat hij er bijna op zit. 1-1 dus tussen Groningen en Emmen. Tibbling, Matige wedstrijd voor FC Groningen. Dat is wel zichtbaar. Penna. Emme is meer aan de bal zitten Ben Moussa weer hier. MFC het weer uitkomt voor de 2-1. Zo vlak voor rust. Dat wil je niet. Bottingen tackle in. Niet, uh, niet, niet gevaarlijk. Tibbeling. Ben Moussa. De Leeuw. De Leeuw. Larsen. Eerst een schot van de Leeuw. En de bal net naast gelukkig. En nog steeds de gelijke stand. Korte paas van de uh, op pad. Richting IE. En Dankelui. Dan Weer slecht gedaan door de FC Groningen. Laatste minuut, een tikken weg van de eerste helft. En we gaat, gaat nog steeds op jacht naar de 2-1. Deze bal blijft hier binnen. Jazeker. Tibbling houdt de bal binnen. Dan komt er een kans. Tibbeling. En hier de Leeuw. En dan wordt er wordt de trekker overgehaald. En dan is het inderdaad een strafschop. Bot Hij moest wel om die bal er weg te krijgen. Dan is het de overtreding. En is dus een strafschop voor de FC M. Zo vlak voor rust. Komt Emma dan op een voorsprong? Penna of pad? En het is Penna met zijn tweede. We staan 2-1 achter tegen FCM. En moeten we ons in de tweede helft gaan zien te bewijzen dat we FC Groningen waardig zijn? De tweede helft ondertussen begonnen. Nu 56 alweer. En dus oh, ik ben vergeten die 2-2 in te zetten. Sorry, het is ondertussen alweer 2-2 geworden. En wij gaan we op jacht naar de 3-2. De Leeuw. Nee, niet wij. Emmen gaat op jacht naar de 3-2. Dat zal niet gebeuren, zeg. En dat gebeurt wel. Het is 3-2 voor FCM. En we staan weer achter. Nu het 71 ondertussen alweer. En het is 3-2 voor Emmen. En wij hopen niet dat hij nog 2-4 wordt. Want het is echt klaar voor FC Groningen. Verdedigen nu. Sergio Pad werkt de bal weg. Ook niet in lekker. De bal weer voor Emmen. Het is echt een totaal hele slechte wedstrijd voor FC Groningen. Ongelooflijk. Penna. Komt er een kans? Orbelin En is het inderdaad de 4-2 over en uit voor FC Groningen? Zou je zo wel kunnen zeggen. Na gelijkheid tegen Sparta staan we nu 4-2 achter. Ekelenkamp. Joosten. Dan toch nog een kans. Diemers. Diemers mag invallen. Diemers. En hij laat zich gelijk weer zien. Maar Diemers met de 3-4. We staan nog achter. Maar wie hij die wou spelen. Laat ze zien. Ik liet, ik, liet, ik liet hem invallen. Kijken of hij wat kan. En hij doet het inderdaad. Hij scoort gelijk een doelpunt. Misschien dat hij, laat hij zich wel zien dat hij basiskracht nummer 1 wil zijn bij FC Groningen. We staan nog achter. Hadden we hopen nog om later gelijkmaker. Dat zou nog het meeste beste zijn van deze wedstrijd. Na twee gelijke spelen dan mocht het gaan gebeuren in de Eredivisie. Naar de eerlijke knappe overwinning tegen Liverpool. Ik zei het net al, hè? Het kan ook zo maar gebeuren dat we een dipje krijgen. Van oh, we kunnen iedereen aan. Ah ja, we zien het. We staan nu 4-3 achter tegen Emmen. Waarvan je eigenlijk gewoon uh, 4-0 moet winnen. Diemers, Mola en Koeri. Goede paas op Joosten. Joosten, prachtige paas op Eckelkamp. Nou, Eckelkamp maakt dan maar de 4-4, jongen. Scoort tot nu toe niet zo vaak voor Groningen, maar hier wel. Het is 4-4. In de laatste minuten van deze wedstrijd is het 4-4 van FC Groningen. En lijken we nog een punt te halen uit deze wedstrijd. Dat het totaal niet uitzag. Het leek wel dat we hier gingen verliezen met 4-2 van, uh, van FC Emmen. Maar het is toch dan toch nog die 4-4 van Ekkelenkamp. En dus een, mooi, mooi, ja, een mooie wedstrijd. Totaal niet. Hele slechte wedstrijd van FC Groningen. Maar die wedstrijden moet je ook spelen natuurlijk. Slechte wedstrijden. En ja, dan ga mij benieuwen. Hoe we, hoe, met wat voor gevoel we de wedstrijd tegen Galatasaray in gaan. In de Champions League. Robben. Komt nog de kans voor de 5-4 op de voorsprong. Nee, we kunnen de 3 punten niet meenemen. Nog niet. Het is wel de hoeschop voor FC Groningen nog. Een 3 dubbele, dubbele wissel bij FC Emmen. Ik weet niet of dat nog heel veel zin in heeft in de laatste minuten. Hier nog de kans en de bal weggehaald. Nou, voor de voeten nog een keer schieten. En dat is een heel slecht schot van Botegien. En is de wedstrijd voorbij. Eindigen we in 4-4. En waar we eigenlijk hadden moeten winnen. Maar het was echt een hele, 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 hele slechte wedstrijd. Nou, een hele goede wedstrijd tegen Liverpool eigenlijk. Met de overwinning. Ja, verliezen we hier dus uh, Dus verliezen we verliezen niet. Hebben we gewoon gelijk gespeeld. Twee keer in een. Uh, twee Eredivisie-wedstrijden twee nu. Hè? Sparta en FCM. de twee makkelijke wedstrijden die ze moeten winnen, spelen we gelijk. Nou, teams is tevreden dat hij gespeeld heeft. En ja, ik ga jullie bij deze al bedanken. Ik ga trouwens deze delegeren. Hij mag van mij weg, uh, Dalinga. En dan ga ik jullie bedanken. En dan zeg ik alvast tot morgen bij een nieuwe FC Groningen-Queer-Mode. Druk op het duimelotje gedaan. En dan zeg ik tot tijdens nu. Later!